Ik heb nog nooit, nooit, wat dus betekent ooit, of ik heb nog nooit ooit. En dan noem je ooit, want dan is het een dubbele ontkenning. Ben ik de enige? Ja. Ben jij ooit met tegenzin een proces ingegaan? Ja. Oké. Okay. Je bent aanleggen. Nou, dat is goed. Soms, niet elke dag, maar soms kom je in de studio en dan denk je, oké, let's do it. Laten we hem erop knallen, aftikken, boom. Ja. En dan zijn de mensen aan de andere kant van het raam. Die moeten natuurlijk nog allemaal settings doen. Dan staat die microfoon wel goed, dan staat dit wel goed geplaatst. Dus eigenlijk kom je dan met zo'n spanningsboog kom je binnen, ready to rock that shit. En dan is het binnen en dan, even wachten nog. Nee, nog even wachten, nog eventjes, even dit goed zetten. Even dat goed zetten en dan, En dan was ik daar bijvoorbeeld mentaal niet op voorbereid. Dus toen dacht ik van, morgen dan gaan ze eerst gitaar checken. Ik kom niet. Ik kom een paar uur later. Heb ik nooit een discussie verloren. Dus als je nooit, dan heb je wel eens een discussie verloren. Godverdomme. Ja. Ik geloof dat ik hem snap. Ja. Ja. Ik denk dat Bas ook wel antwoord kan geven. Ja, ja precies. Heb ik wel een discussie verloren? Ja, tuurlijk. Absoluut. Ja man, ik denk dat deze platen meer dan ooit elkaar ruimte hebben gegeven. Dat is ook een ding wat we na onze vorige plaat deden, dus in een blackout tegen elkaar hebben gezegd van... tof, super trots op de plaat, maar we moeten wat meer ruimte gaan creëren, weet je wel. Wat meer ruimte voor elkaar maken, wat meer naar elkaar luisteren en ruimte voor elkaar. Jeetje, wat zijn jullie een volwassen band geworden. Fucking hell, man. Jeetje, man. Boring. Ja, spijt je op mijn kledingstap. Er is een contact. Ja. Nee. Wat? Ja, nee, hij zegt, Spijk, je hebt mijn kledingstijl gehad. Ja, we delen alle credits, dus dat is makkelijk. Ja. Ja. Dat is een hele korte vraag wat dat betreft. Ja, dat is... Ja. Ja. In de studio hebben we een hele grote iTunes-lijst. En daar heb ik ooit een hele rare liedjes, Ali B, Mokro Flame en Marco Sato heb ik ooit als componist Jamie Westland neergezet. Dat kan je dan zeg maar... Zoeken op componist. Jamie Westland kreeg echt allemaal vage... Geen Mokro Flame. Echt waar? Nee, ik heb Tim pas nog aan de lijn gehad. Oké. Okay. Financiën. Ja. nee, dat is een beetje flauw. Hij belde om bij mij langs te komen in de studio met echt zo'n fucking stapel cd's van 100 jaar geleden. Die een fan van hem aan hem had gegeven die bij zijn theatershow was komen kijken. Om door ons allemaal te laten signeren. En dat hebben we dus ook netjes gedaan. En dan komt hij het ook weer ophalen. Dus zo... Dat is eerlijk, dat zouden wij echt nooit doen. Zeg maar, zo'n aardige gast is dat dus eigenlijk. You're gonna love me, I'ma kiss myself. Yeah. Oh, life is exciting. I'm up in my pride. I'm loving the city. Ja, dat is wel iets bijzonders, weet je, dat je 18 jaar met elkaar op pad bent en elkaar wekelijks ziet, weet je. Dat is eigenlijk iets, er zijn niet heel veel vriendschappen die het zo lang... uithouden, volhouden, weet je wel. Zoveel vrienden heb ik ook niet die ik zo lang ken. Relaties heb ik nooit langer volgehouden. Ik heb nu al 5 jaar een relatie. Nou, dat is verreweg het langste. Kijk naar hoe lang mensen op één baan hebben, weet je wel. Hoe lang mensen überhaupt een relatie hebben. Dat is 18 jaar is best wel een waardevol ding. Kom ooit een keer naar een show, jongens. Gun jezelf een leuke avond.